De campagneteams lopen al volop warm en dat terwijl de partijkassen van de meeste partijen, ik noem een PvdA, zo goed als leeg zijn. Behalve natuurlijk die van de SP. Maar kunnen we ze ook met zo'n 7 miljoen euro op zak al meteen de grote winnaar noemen? Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik zit gewoon bekneld in mijn eigen geld. De SP die staat er goed voor als het gaat om de partijkas. Hè? Dat is de rijkste partij zo'n beetje. Ja, of we de rijkste zijn weet ik niet. Maar door onze afdrachtregeling, volksvertegenwoordigers dragen een fors deel van hun inkomen af aan de partij, staan we er goed voor. Ja. Dat is lekker campagne voeren. Dat maakt het een stukje makkelijker, want als je zendtijd moet kopen voor een spotje of je wil een campagne voeren met folders, krantjes, dat kost veel geld. De partijkassen die zijn leeg, ook van de PvdA heb ik begrepen, 1,5 miljoen nog maar. Ja, dat worden slappe roosjes op de straten. Ja, we zullen moeten woekeren met de middelen die we hebben. Dat geldt voor de meeste partijen. Het is nou eenmaal zo. De partijkassen zijn leeg, ook van de PvdA heb ik begrepen. Dat is lastig campagne voeren, denk ik. Is mij ook niet bekend. Nee, ik vertel het u. Ja, nou, het is me niet bekend. Wat betreft het geld in de partijkas voor de campagne, daar hoeven jullie denk ik geen zorgen over te maken. Want er komt gewoon allemaal rechtstreeks uit de kerk, al die mandjes. Ja, was het maar zo. Nee, het is niet veel hoor, kan ik je verklappen. Het is niet veel. Maar ja goed, je moet het van goede ideeën hebben en dan hopen dat de publiciteit het een beetje oppikt. Jij bijvoorbeeld. SP is de rijkste, dus dat is dan daarmee de grootste concurrent, denk ik. Was mij ook al niet bekend. Nee. Wat weet u wel? Nou, ik weet een heleboel. Ik weet de opvattingen van de Partij van de Arbeid, de uitgangspunten van sociale... Zijn we even niet benieuwd naar. Nee, dat kan ik tot ziens. Voorstellen. Hoi, hè? Ja. Het helpt wel, denk ik, want andere partijen, ja, daar is het geld een beetje op aan het raken, bij de PvdA bijvoorbeeld. En ja, jullie kunnen eigenlijk alle kanten op met een miljoen of 7, 8, geloof ik. Het staat, nou, of het zoveel is, weet ik niet. Ja, ik wel, hoor. Ja, nou, dan heeft u beter in de boek gekeken dan ik. Het staat alle partijen vrij om de unieke werkwijze van de SP te kopiëren. Maakt u zich zorgen over dat jullie eigenlijk niets kunnen dan? Nee, ik geloof dat wij ook met jullie hulp aardig over het voetlicht kunnen komen. Met onze hulp? Ja, als jullie ons vragen stellen, dan kunnen de kijkers ook onze nieren proeven via jullie vragen. Dit is voor het eerst dat wij dan te boek staan als de hulpjes van de PvdA. Nou, ik ben u ook zeer dankbaar. Dank u wel, hè. Okay. Hoe ga jij je zetel behouden? Hard werken. Iets kortere rokjes aan misschien? Goede plannen maken. Wat zegt u nou, meneer Van Castricum? Dit kan best hoor. Boven de knie. Maar goed, allemaal iets sexy. Hier kan geen kwaad, toch? Dat kan toch best? Kan toch ook? Graag zelfs. Wat zei je? Ik heb het je verteld, is alles.